Effe Online. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Effe Online vanuit de studio hier in Forum Groningen. Mijn naam is Samuel en vandaag gaan we het hebben over een type film waar jij misschien wel eerder over hebt gehoord. En we gaan er zelf ook eentje maken. Wallace & Gromit, Flushed Away, Chicken Run en Shaun the Sheep. Dit zijn allemaal voorbeelden van stop-motion animatiefilms gemaakt door de Britse animatiestudio Aardman Animatie. Maar wat is stop-motion nou eigenlijk? We vroegen het aan jou. Bla bla bla. Geen idee. Dan maak je eigenlijk allemaal kleine foto's en die plak je achter elkaar en dan heb je eigenlijk een soort klein filmpje gemaakt. Ja, nou, ik heb er zelf een keertje eentje gemaakt. Dat is een film en dan maken ze allemaal foto's en die spelen ze heel snel achter elkaar af. Nou, dat klopt. Helemaal. Wij gaan nu ook zelf onze eigen stop-motion film maken. Dus let's go naar de workdesk. Even doen. Doe nou even. Dit is de workstation waar wij onze eigen stop-motion animatie gaan maken. Maar wat hebben we daar nou precies voor nodig? Voor het maken van een stop-motion klei-animatie heb je de volgende dingen nodig. Verschillende kleuren klei, mesjes om de klei mee te snijden, tandenstokers en een telefoon of iPad met een stop-motion app. En natuurlijk lekker veel fantasie. Met behulp van de instructies heb ik het voor elkaar gekregen om Shaun het schaap tot leven te brengen. En ik moet zeggen dat het resultaat eigenlijk best wel goed is. En nu gaan we dan met mijn eigen Shaun het schaap zelf een animatie maken. Als je het goed wil doen, moet je ervoor zorgen dat je de personages heel voorzichtig beweegt en na elke kleine beweging een foto maakt in de app. Je moet er ook voor zorgen dat je handen niet in beeld zijn wanneer je de foto maakt. We hebben 12 foto's nodig om 1 seconde aan animatie te krijgen. Dus kun je je wel voorstellen hoe lang het zal duren om Shaun het schaap 2, het ruimteschaap, te filmen? Na het maken van een stop-motion film heb ik nog een tippie voor jullie. Even tippie. En ben je nu ook zo benieuwd over stop-motion en Shaun en al zijn vrienden? Nou, dan heb ik goed nieuws voor jullie, want we hebben nu een expositie over Aardman Animatie hier bij het Forum. Zie ik jullie daar? Even winnen. Win nou even. Ook bij deze aflevering valt er iets te winnen. Dus zit jij al bomvol goede ideeën over een mooie stop-motion animatiefilm? Stuur deze dan op naar productie@forum.nl. En wie weet zie je je eigen stop-motion animatie terug op het grote scherm hier in het Forum. Dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Yo! Even online.